kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik heb vandaag weer een shoplog voor jullie en vandaag doe ik allemaal sieraden aan jullie laten zien van de webshop Shizzy.nl. Ik zag de webshop bij een heleboel YouTubers voorbij komen, maar zelf had ik nog nooit wat geprobeerd. Het zijn allemaal hele goedkope sieraden, dus ik wil het wel een keertje proberen. Ik plaatste een redelijk grote bestelling en ik kreeg dan ook twee van deze leuke zakjes binnen. Hoe schattig is dit? Echt gewoon een cadeautje met een strikje erop en alles eraan. Ik vond het echt heel erg leuk. Alle prijzen weet ik niet uit mijn hoofd, maar ze waren niet heel erg duur. Ik zal het allemaal in beeld laten verschijnen hoe duur het is. En in de beschrijving staan alle items met linkje daarnaartoe als ik het nog kan vinden. Inclusief de prijs. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dan kan je het ook allemaal even in de beschrijving checken. En ja, laten we maar gewoon beginnen, want het is redelijk wat. Als allereerste kocht ik dit stel oorbellen. Driehoekige marmeren stekertjes voor je oren. Ik zal trouwens close-ups laten zien van alle sieraden, want zo zal het niet heel erg snel goed zichtbaar zijn. Maar het zijn dus marmeren driehoekjes, gewoon stekertjes voor in je oren. Op het algemeen hou ik heel veel van grote sieraden, maar toen ik deze zag, vond ik het echt heel erg schattig. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk, dus ik wil het wel een keer proberen. En marmer is sowieso helemaal leuk. Als tweede kocht ik een ketting en dat is deze ketting. Hier heb je allemaal schakeltjes in het goud. En zitten er gewoon, ja, normale schakelketting aan. Maar die heeft dus twee verschillende kettingjes. En hij valt dus rond deze hoogte. Nou, ik vond hem heel erg mooi en chic ook. Dus ja, ik vond het wel heel erg mooi. Staat natuurlijk bij heel veel outfits goed. Ik hou zelf heel erg van goud. Zul je ook wel zien, want ik heb eigenlijk alles in het goud gekocht. En deze vond ik gewoon heel erg tof. Dan kocht ik ook nog deze ketting. En deze is net iets chiquer dan de vorige. Hij is ook goud met hier allemaal zilveren glittersteentjes op. Verder heeft hij ook een soort van dat choker effect, alleen is het één groot geheel. Kijk, misschien kan je aan de achterkant misschien wel een beetje zien. Ik weet niet of het vanaf deze afstand ook kan. En het kettingje voelt net wat steviger en ja, ook wat chiquer oogt hij. Was ook totaal niet duur. Hoe duur zal je ergens in beeld zien. Maar deze vond ik ook echt heel erg tof. En deze is net geschikt voor wat chiquere gelegenheden. Dan kocht ik ook deze haarspeld. Ja, het is een driehoekige haarspeld met pijltjes. En die kun je dus hier zo openen. En dan kan je zeg maar een paar plukjes haar ertussen doen. Je ziet hem heel vaak op internet. Bijvoorbeeld met twee plukjes haar die je zo pakt. En dan op de achterkant van je haar. Ik vind het gewoon heel erg tof staan. En ik wil het ook wel een keertje proberen. En zeker voor deze prijs. Leek het me wel heel erg leuk om een keertje te doen. Dan heb ik hier weer een paar oorbellen. En dit zijn oorbellen zeg maar van een soort van takje. Met daarin een vogeltje. Ook weer goudkleurig. Hangen dus, ja, ze hangen niet echt. Maar ze zitten ook weer als een stekertje in je oor. En dan zit hij net een stukje onder je oorlel. Hangt hij zeg maar nog. Ja, ik vond het heel erg tof. Ik weet nog niet hoe ze staan, ik heb het allemaal nog niet geprobeerd. Maar ze leek me heel erg mooi en jullie kunnen op dit moment waarschijnlijk zien hoe het staat. Maar deze vond ik dus ook echt heel erg tof. Dan kocht ik een ring en het was voor mijn doen echt helemaal op de gok. Want ik heb hele dunne vingers, dus vaak zijn ringen mij veel te groot. Maar deze paste gelukkig. Dat is dit subtiele ringetje. Zoals je ziet, ik heb best wel wat subtiele sieraden gekocht. Dit is een subtiel klein ringetje met een kompasje erin. En ja, ik vond hem echt heel erg leuk. Ik was echt helemaal verbaasd dat hij me past überhaupt. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En ja, nu heb ik eindelijk weer zo'n ring om te dragen die niet te groot is voor me. Dan heb ik hier een ketting die ik per ongeluk veel te lang heb gekocht. Je kon namelijk kiezen uit verschillende lengtes. En ik dacht, oh, ik hou er wel van als deze ketting lang is. Maar hij is dus veel langer dan ik had gedacht. Dat is deze ketting. Onderaan hangt er dus een gouden staafje. En hier zo heb je een ja, rondje. Ik zal het op het aanbeeld wat beter laten zien. Maar ik had dus verwacht dat hij tot ergens ongeveer halverwege mijn borsten zou vallen. Maar hij valt echt ergens bij mijn navel ongeveer. Valt dat ja, dit stukje dus pas. Dus ik vind hem heel erg tof. Maar ik had dus goed moeten kijken naar de lengte. Want je kon hem in drie verschillende lengtes kiezen. Dus mocht je deze ook willen bestellen, bestel hem of in de eerste of de tweede lengte. Maar in ieder geval niet de derde, want dan heb je hem veel te lange. Dan heb ik het laatste item uit dit eerste zakje. En dat is dit paar oorbellen. Ik heb er eentje, omdat het best wel lastig is om te laten zien. Maar dat is dus zo'n oorbel met een stekertje door je oor heen. En dan hangt dit stukje van het oorbel onder je oorlel. Een beetje lastig om uit te leggen. Jullie snappen het misschien wel als je het zelf ook een keer hebt gezien. Anders zie je het in het aanbeeld. Maar ik wilde dit heel erg graag proberen. Hij is goud met zilveren steentjes. Dus ook wel redelijk chic. En ik wilde dit gewoon een keertje proberen. En voor dit soort prijzen moet je het zeker even gewoon doen. Dus deze heb ik gekocht. En ik denk dat ik deze ook heel erg tof ga vinden. Als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik gek ben op statement kettingen. En daarom kon ik deze dan ook echt niet laten hangen. Het is een gouden ketting met allemaal ja, kettingjes eraan met allemaal spikes. En ik vond het zo ontzettend tof dat ik hem eigenlijk gewoon niet kon laten liggen. Dus ja, deze was ook maar echt 3 of 4 euro of zo. Of het voor een statement ketting al helemaal niet duur is. Ja, ik was hier heel erg benieuwd naar. Ik vind hem ook best wel tof. Dus ik denk dat ik deze met heel veel plezier ga dragen.
Dan kocht ik het stel oorbellen dat volgens mij bijna iedere blogger of YouTuber wel heeft van Shizu.nl. En dat zijn deze staafjes. Gewoon heel simpele prikkertjes met een klein dun staafje eraan. Ik heb de rosé gouden variant genomen. Ja, ik vond ze zo tof bij iedereen. Ik hou meestal niet van minimalistisch, maar ik vond dit echt onwijs mooi. Dus ja, ik dacht, die wil ik ook hebben. Waren ook helemaal niet duur, dus ik wilde ze zeker weten even proberen. En ik denk dat ik ze echt heel vaak ga dragen. Toen ik het volgende item zag, toen kon de innerlijke Harry Potter fan in mij gewoon zijn hart niet op. En ik moest hem hebben. Het is namelijk deze tijdverdrijverklokje, wat dus helemaal kan draaien. Echt zo ontzettend leuk. Er zit gewoon echt een zandlopertje in het midden die ook echt daadwerkelijk loopt. En ik vind hem zo onwijs schattig. En ik ga deze echt met heel veel plezier dragen. Er staat ook echt de tekst op die op de originele uit de film ook staat. Dus hoe tof is dit? En meestal als je deze ziet, dan kan het niet draaien. Maar dat kan deze dus wel. Dus ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dan kocht ik een ketting die eigenlijk ook waar geen ketting is. Het is namelijk gewoon dit draadje met aan het einde deze twee zilveren details. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. Maar op de site had het, het model had dus hem om haar nek gewikkeld. Één keer en dan vervolgens naar voren. En dan had ze hem hier zo een klein knoopje gedaan en hem naar beneden laten vallen. Het zag er zo onwijs tof uit dat ik dacht van dat wil ik ook gewoon proberen. Kijken of het leuk staat. Dus dan heeft het bovenaan gewoon een soort choker effect en daaronder hangt hij los. Dus ja, als je het zo ziet lijkt het gewoon een veter of zo. Niet echt boeiend. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het effect is als ik hem ook daadwerkelijk om heb. Heb ik hier weer een minimalistische ketting met twee laagjes. In het bovenste laagje hier zo heb je een rondje en hier zo weer een staafje. Die hangt dus echt best wel redelijk hoog op je nek, maar hij is wel subtiel, maar hij kan daardoor wel heel bij veel dingen. En ik vind hem gewoon zo onwijs tof dat ik hem heel erg graag wilde hebben. En ja, dit soort dingen zijn gewoon helemaal in. Dus voor die prijs, en als je nog zoiets zoekt, ga even kijken bij Shizzy. Dan waren dat alle items die ik zelf kocht bij Shizzy. Maar omdat ik boven een bepaald bedrag zat met mijn bestelling, kreeg ik er een cadeautje bij. En dat waren deze stekertjes. Er zijn kroontjes, zelf vind ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar goed. Een gekregen paard kijk je niet in de bek. Dus ik vind ze heel erg schattig. Misschien kan ik er iemand anders blij mee maken. Want zelf draag ik het eigenlijk niet. En dan waren dat alweer alle dingen die ik heb gekocht bij Shizzy.nl. Ik was heel erg blij en enthousiast met de kwaliteit van de spulletjes. Ik hoop dat jullie daar ook wat aan hebben. Mocht je daar een keer willen bestellen. Heb je nou een andere webshop waarvan jij zoiets hebt van goh, moet ik daar een keer bestellen? Of is de kwaliteit wel goed? Of zijn ze te vertrouwen? Laat het dan even weten in de reacties. Misschien dat ik dan een keer voor jullie het ga testen op video. Vind ik leuk om te doen. Ik wil er misschien wel een serie van maken dat ik allerlei kleine webshops ga testen. Ja, een paar producten van bestel. Of ja, lijkt me wel heel erg tof. Dus laat even weten in de reacties wat voor webshop jij de volgende keer zou willen zien. En ja, bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even hier beneden. En dan zie je minimaal 2 keer per week een video op dit kanaal verschijnen. En doe even een duimpje omhoog als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!